staat. En ik heb in het vijfde middelbaar voor Nederlands gekozen, omdat ik wist dat ik misschien naar Vlaanderen wilde gaan studeren. En daar heb ik 2 jaar Nederlands les gehad en ja, heb dat eigenlijk heel goed geleerd. En daarom kan ik hier ook goed in Nederlands volgen en moeten lessen niet Engels volgen, maar gewoon in Nederlands. En daardoor wordt mentaal ook altijd beter. Ja, de uitdaging die ik nog net heb gehad is bij een module bij Frank Echter. We moesten onze presentatie van muziekgeschiedenis in het Engels geven, omdat de klas uit heel veel Engelstalige studenten bestaat. En dat vond ik een uitdaging, omdat dat doet je niet vaak, een presentatie geven. Ik vond dat, was even een klik maken, maar gelukkig is mijn Engels niet zo slecht. Maar er waren wel andere studenten die daar wel meer moeite mee hadden, die dan zo eerst zei tegen Frank van, het is wel een beetje raar in het Engels, ik ga me helemaal niet goed kunnen uitdrukken. En dat gaat, en dan zei Frank, maak je geen zorgen, we zijn hier niet om perfect Engels. We zijn gewoon dat iedereen het zou verstaan en ik denk dat dat het belangrijkste is en dat is helemaal geen probleem. Een van de uitdagingen is natuurlijk ook, het mooie is die talen, die verschillende talen die samenkomen, maar dat is ook wel een uitdaging. Mijn taal is Nederlands en dat is ook als kunstenaar een soort van mijn enige, het enige wat ik heb of zo, dat is die taal om daar iets mee te doen. En ik klamp me dan ook heel erg vast aan het Nederlands. En als je dan wilt communiceren in projecten of gewoon zo, dan is dat meestal in het Engels. En dat vind ik dan soms zelfs jammer, omdat ik dat me dan niet helemaal kan uitdrukken en niet helemaal kan zeggen wat ik bedoel of zo. En als je dan ook werkt rond een bepaalde tekst met dansers die tekst niet begrijpen, dan moet je dat uitleggen. En dat gaat wel, maar ja, je kan het toch nooit helemaal zo overbrengen als het er in de taal zelf staat. Dus dat is dan, ja, dat is tegelijk iets dat leuk is en interessant, maar soms ook gewoon een beetje lastig. Ook in de refter, als we aan tafel zitten met minstens al 1 buitenlandse student, en er zijn 2 andere gemeenschappelijke talen tussen de meerderheid, toch zullen we dan allemaal Engels gaan spreken om het samen over te kunnen praten. Als je samenwerkt met mensen die native speaker zijn in Duits of Frans of Engels, daar steek je best veel van op en dat bevordert ook wel je eigen kunnen op een bepaalde manier, zonder dat je het eigenlijk zelf doorhebt of dat je ernaar zoekt. Ik denk dat het heel belangrijk is om Nederlands te praten, want ja, je moet een echt grote contact hebben met mensen en het is heel, heel belangrijk voor mensen van België en zoiets en het is gemakkelijker. Je hebt een grote contact en het is ook goed om andere taal te leren. Het is altijd goed. Well, I really like Belgian people in general. They're really kind and relaxed and they are really helpful to me. Of course the language is a problem. I feel like I would be better off if I started speaking the language of the country I live in, I mean it's obvious. But in general I feel at home, you know. It's really nice. And most of all I cannot believe the progress I made, really. Like that, I didn't expect that it would be possible. I love my teacher. Ik heb wel gemerkt dat ik op school meer Engels praat dan Nederlands. Dus daar heb ik onlangs nog met mijn vader over gehad, dat ik soms mijn woorden niet meer vind in het Nederlands, omdat ik zo over Engels ben. Maar ik vind dat niet, allee, ik moet natuurlijk de Nederlandse taal niet zomaar wegschuiven, want het heeft ook zijn waarden. Maar het Engels, ja, dat is altijd, ja, dat primeert er wel, dat merkt je wel. Veel Spaanse studenten, en ik ken geen Spaans, dus dan ben ik een noodzaak om Engels te praten. Dus ja. Maar de Spanjaarden onder zich, op het kot, die nemen het comfort van af en toe toch gewoon in hun moedertaal te kunnen spreken. Maar daar zit ik dan vaak heel gewoon naast en probeer ik op te pikken wat ik kan. En ik geniet er eigenlijk gewoon van om die taal een beetje te horen. En vaak omdat het dan over een muzikale context gaat, over audities of zoiets, of over een orkest, kan ik zelfs nog volgen wat ze zeggen. The thing that's interesting, I have to say, with Belgium is that it's very accommodating, especially if you're an English-speaking person. Because Belgium's 3 languages are Flemish, French, and, well, somewhere it's a bit German. So you can walk in with English as well, or any of those other 3 languages, and you can get along pretty fine.
So yeah, it was very open, and people are quite helpful, especially if I go out with some friends and they all speak Flemish. When I'm in the group and I don't understand something, they'll all switch their conversation to English like that. It's very accommodating. Maybe it's a little bit difficult to learn Flemish that way because people are so accommodating, but it's generally extremely friendly. Mm. Yeah. Kun je iets in het Nederlands zeggen? Dat kan ik niet. Ik kan een beetje Nederlands praten, maar kan ik niet heel veel zeggen. Yeah. It is a big gathering to show all the different departments that are sometimes hidden from the public. So we really want to go outside and show Antwerp, everyone, what we are doing there. Everyone knows, oh, the big academy, but how does it look like? What are the people doing? Of course, we have a fashion show and we have exhibitions, but it's nice to really bring it out and be among people, and they can celebrate with us. Antwerp is so beautiful, so interesting. It can be so urban and dirty, and with a lot of things happening all the time, with arts and theater and dancing and music all around, and there are so many different nationalities. It feels like home to me, but it reminds me a bit of Athens because of the graffiti and the noise, you know. I really love it. And that gives also to the school a lot of diversity and interesting things. Mm-hmm. En daarvoor heb ik ook al overwogen om op Erasmus Belgica te gaan. Dus voor mijn part hoeft het niet eens naar het buitenland, omdat ik eerlijk gezegd denk dat ik in België ook al veel interculturaliteit kan meemaken. Ik ga heel eerlijk zijn, het is natuurlijk geen Brussel, maar het is een goede studentenstad. Rustig, je vindt bijna altijd een kot, een deftige kot. De prijzen, dat weet ik niet, maar je vindt altijd wel een deftige kot. Het is leuk, er zijn altijd dingen te doen, feestjes, evenementen, conferenties, van alles. Dus als studentenstad vind ik Antwerpen wel geschikt. Ik ben sowieso iemand die totaal in de minderheid leeft in mijn eigen stad. Ik bedoel, we zijn veel meer andere culturen dan het kleine segmentje waar ik vandaan kom. Dus ja, absoluut. Ik spreek ook in mijn eigen stad als ik op straat ben of als ik gewoon niet in mijn familie dan, maar ook daar, hè, tweetalig, maar ja, je spreekt altijd je spreekt meestal een andere taal dan je eigen moedertaal. Dus ik heb wel het gevoel dat ik daar deel van uitmaak. Ja. Actually, that was more because my father had no job in Portugal, so he needed to come first, and then my family came. And he showed us the whole Belgium, basically, for us to feel comfortable, because I did 2 years in the Kunstmaniora, and then I came to the conservatory. First of all, I feel like the projects in the school try to immerse us into the actual environment, the professional environment. But also I think that inevitably, the way that things are processed in the school are influenced by the fact that we live in this multinational city. In fact, the diversity in Maastricht was created by the students. It was not in the city. This city is just... I don't know how to explain, like, the core of the people comes from totally different cultural backgrounds. And what we have in common is the choice of living here. En, er zijn veel mensen, zoals mij, die ook theater willen doen en willen acteren. En die ook talent ervoor hebben. Maar omdat ze niet in die milieu zitten, hebben ze weinig kennis van waar kan ik gaan, wat zijn de opties. 3 jaar geleden kende ik deze school niet. Snap je? Dus als ik dan niet kende, zou ik hier ook niet zitten. Er zijn mensen die deze school hun hele leven al lang al kennen, omdat ze in die milieu zitten. Dus ik denk dat ze vooral, niet reclame, maar de informatie van wat mogelijk is om kunst te maken, brengen tot mensen die niet in die, per se in die milieu zitten. Omdat ik woon in Brussel, ik leef in Brussel, dus ik zou mij liefst ook in
het Brusselse willen engageren dan als docent? Ja, daar heb je zeker mee te maken, hè, met de interculturaliteit, of zeg je dat, interculturele, maar ook de verschillende talen. Ik heb daar met Jan Staes wel eens over gesproken, van hoe doe je dat als je leerlingen hebt die toch allemaal een andere taal, moedertaal hebben bijvoorbeeld, omdat als je moet improviseren, is het het gemakkelijkst om in je eigen taal te improviseren. We hebben daar nog niet echt specifiek op dat aspect tools voor gekregen of zo. Er is zoveel muziek en we leven in een tijd dat je zoveel kunt beluisteren, dat je sowieso wel te maken hebt met niet-westerse muziek, denk ik. Bijvoorbeeld Olivier Messiaen, die schrijft ook constant op van die, met die extra ritmes uit de Indische muziek. En Wim is ook kei-orientalistisch, dus in dat opzicht inspireert mij dat wel vaak en ben ik er ook wel mee bezig. Maar over het algemeen denk ik dat ik wel in een vrij westers patroon zit. I'm Julia Ballat and I'm a third year student in the fashion department of the Royal Academy in Antwerp. I was standing in front of the ethnical costumes, which is a project in the beginning of the third year. In second year we have something similar with historical costumes, and it's an exercise for us to get an idea of new techniques, of new colors, of different cultures, and to discover something new that we haven't known before. Well, especially my teacher, Gary Jankowski, he encouraged us to have the first concert of the year with songs in our mother tongue. So there you could see exactly the multicultural environment we are in. Yeah, cool. It was really, really interesting and really emotional, actually. Mm-hmm. Because, yeah, obviously we all miss Op vlak van diversiteit is de school op zich, staat er nog wel een beetje achter, een klein beetje, ze doen wel hun best, maar kan beter, want diversiteit brengt ook andere invloeden en dat verrijkt de school en ook andere studenten, snap je? In mijn klas verrijken we elkaar met onze achtergrond, wat we hebben meegemaakt, dit en dat. En ik denk dat dat nog iets is wat deze school mist, diversiteit. Er is wel diversiteit qua mensen komen van West-Vlaanderen, dit en dat, maar ik bedoel qua afkomst. Qua afkomst is het nog een beetje minder. Maar het is niet iets wat direct stoort of zo. Het is niet van deze school is Vlaams Belang of zo. Het is een heel vrije school. Je mag doen wat je wilt, je mag zijn wie jij wilt. Dus op dat vlak zijn ze wel goed bezig. Zelfs, niet alleen niet-westerse, zelfs gewoon de westerse muziek die ik niet op het conservatorium aangeleerd krijg, ligt de muziek, de meeste muzikanten hebben dat al wel gedaan, maar ik persoonlijk heb altijd enkel binnen het curriculum van de muziekschool zelf ook gezeten. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk wel noodzakelijk om toch een beetje van die achtergrond wel te leren ontdekken. Dus dat ben ik dan beginnen doen terwijl ik op een hoger niveau zit voor mijn klassieke opleiding. Maar dus zelfs mijn eigen westerse achtergrond ken ik niet goed. En dus ik interesseer me er wel voor. En ik luister heel graag naar etnische muziek. En elke muziek zou ik wel graag willen ontdekken van een ander. Maar de stap om daar dan zelf mee bezig te zijn of daaraan gewend te geraken en dat echt te spelen, die ja, dat valt uit de boot of zo. Ik moet zoveel keuzes maken. Ik heb samengewerkt met Shuya Tanaka, die is van Japan. Maar ik merk wel heel gauw dat zij gewoon meteen al westers willen denken en dat zij onze muziek proberen te interpreteren. En dat is zodanig gesteld bij Elisabeth Westrijd ook. Die zijn zo sterk in het westers denken. Dus we zijn ook op een. Alleen ik vraag me dan af. Ik ben met een Japanse cellist gewoon bezig over Bach en zo. Dus in dat opzicht valt het helemaal niet op, de verschillende origines. En in klassieke muziek heb je de kanon waar wij mee werken is meestal wel westerse muziek, dus het komt niet echt aan bod. Nee. Is ze vooral
ik ga nu alleen spreken over acteren. Ja. Er wordt te veel met hetzelfde gewerkt. Niet dat het erg is, er komen altijd dezelfde mensen. Voor het eerste jaar begrijp ik dat dezelfde mensen terugkomen, want dat is de basis. Mm. Maar experimenteren wat meer. Niet experimenteren, want we zijn ook geen konijnen. Maar ga af en toe eens uit je comfortzone. En breng wat andere invloeden. Ja, ieder jaar is er zo de Common Ground. Dat is eigenlijk een week waarin de gebouwen, de ruimtes, de mensen, de productie, alles wat hier rondloopt, eigenlijk speciaal voor de studenten ten dienste staat van hen, voor hun eigen projecten. En dat er dus crossovers kunnen gebeuren zonder beoordelingen, zonder jurymomenten of iets achteraf. Dus dat dansers kunnen samenwerken met muzikanten, dat die ook en dramastudenten, dat die ook eens uit hun comfortzone kunnen treden. En vorig jaar bijvoorbeeld heb ik iets superleuk gedaan. Samen met twee harpistes en een danseres hebben we eigenlijk een soort schaduwtheater gemaakt. Dus we waren er als een kippen bij om direct op dag 1 te gaan vragen, mogen we en een projector en een scherm en... Dan hebben we alles geïnstalleerd en dan hebben wij zo een paar dagen samengewerkt. Ook heel veel figuren geknipt die dan ook werden geprojecteerd, waardoor dat schaduwen gaf, waar dat die danseres dan in kon bewegen. En ik vertelde dan een verhaal en we hebben zelfs aan het einde van de week dachten we, ja, we doen een toommomentje, dat duurt een kwartiertje. En er was zoveel volk dat we dat die dag 3 keer hebben gedaan. Ik moet zeggen dat de school hier communicatie wel bevordert op vlak van elkaar ontmoeten in de gang. En in de cafetaria en in de les. Het is hier geen doolhof waar je verschillende plekken hebt om waar je zit als je niks te doen hebt overdag. Of als je niet studeert of als je niet les hebt. Dus dat komt allemaal wel samen en dat brengt ook echt wel mensen bij elkaar. Niet alleen studenten, ook docenten en studenten. Vind ik wel een pluspunt. Ja, we are really open-minded. Even if we have like different cultures or something like that, we always try to listen to each other's opinions and we always try to find the best way to work together. So there's no such diversity. Mm. It's not so big. Mm. We always try to connect together and music is a really nice way to connect together. So we can do it really, really well. I'd say with jokes. I think humor is a great way to approach it. I lived in Germany for a little while and I make jokes about my own country and about Canada, and it's a nice way to kind of ease and learn a little bit about where the differences in my background compared to Germany was, and I applied the same thing to Belgium. And I think for me that was a really nice way to do it, is just having a little, taking everything with a grain of salt and just open to a little bit of fun. And I think that really helped ease any differences that showed up. I just think everyone that comes in here is quite open anyways, so I haven't seen very much grinding between cultural differences. I don't think that really exists in such a place like this. So I see that people that have been here for a long time and have been hanging around with each other, they have their own language, you know? Like a bit of Greek, a bit of Spanish, a bit of Dutch, a bit of... everything, and that I find so unique. And also I see in the creative process and in the result, the aesthetic result, that has something to do. It influences the way that we work and the things that we build. And I find that is a unique situation you can find yourself in. There are not a lot of schools where you can actually find people from all around the world that work together, and also where you can cooperate with dancers and actors at the same time. Yeah, that's sowieso. Yeah. That is so, hè? Van ergens helemaal anders komen, doordat in de lesen zitten dramastudenten samen met de klassieke zangers. En daar zijn een aantal IJslanders bij. En ja, die kom je gewoon niet elke dag tegen. Dat is sowieso wel leuk voor die taaltje, die manier van spreken gewoon. Dat is heel grappig. Dat zorgt soms voor heel onnozele momenten, maar ook voor
ja, dat inspireert ook wel ergens of zo, door daarover te praten. En dan, ja, voor mij persoonlijk, ik heb dan zo wel eens zo, een soort van inspiratie gekregen van een verhaal dat dan een van die IJslanders vertelde. Dat ik dacht, ah, dat is wel tof om iets mee te doen. Misschien kan ik daar nog iets verder opzoeken allemaal. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel, ja, inspirerend. Ook op de feestjes, want als er dan wordt gedanst, dan heb je die dansers, maar dat het dan een soort van Zuid-Amerikaanse dansers zijn, dan voel je toch een soort andere vibe dan... En dat is wel echt leuk, dat er dan zo extra vuur is of zo op de dansvloer. Op mijn kot zelf ben ik daar het meest... heb ik het meest persoonlijke, diepe, uitwisselende gesprekken gehad, omdat daar een heleboel Spaanse en ondertussen ook IJslandse studenten zitten. En hoewel ik daarvoor ook al, ook met buitenlandse en met andere disciplines, studenten in de refter sprak, omdat ik toevallig graag kennis wil maken, maar dat, niet iedereen doet dat noodzakelijk. Ik ging dan gewoon meezitten aan die tafel en storend of niet, in het gesprek sleppen. Al op mijn kot gebeurde dat nog veel automatischer, gewoon in de gemeenschappelijke keuken. En daar heb ik ook eigenlijk heel nuttige gesprekken gehad om mee mijn eigen mening, mijn eigen weg te overdenken. Wow, ja, de single is zeer, zeer groot. Het is precies een legerbasis, zie ik altijd. Dus ja, het is heel groot, maar ook al is het heel groot, het hele ding voelt als thuis aan. Want het wordt van een tweede huis, omdat jij van maandag tot vrijdag bijna altijd op school zit. Dus het is een thuis voor mij, een soort van tweede huis. Een groep verstekelingen, zoals mij. Een beetje een groep van rare mensen, zoals ik. Dus op dat vlak voel ik me wel thuis. Ik was altijd een rare jongen. Maar hier zit ik met andere rare mensen, dus dat valt goed mee. Maar natuurlijk, je moet een beetje gek, alleen niet gek, een beetje anders zijn om dit te doen. Dat is niet evident. Maar ja, het is heel leuk. Er zijn andere mensen die in mijn klas zitten, die willen het ook. Dus die zijn bereid om ervoor te werken en om samen te werken en samen dingen te bereiken. En je leert van elkaar. Dus voor mij is dat tot nu toe tof. Die dan van overal een beetje komen. Er is zelfs ook een Grieks meisje bij. En ja, waar ik dan zelf mezelf ook op betrap, is dan dingen vertellen die ik dan weet over Griekenland. Of dat ik daar eens geweest ben en wat ik daar gezien heb. Of hoe is Athene? En dan zo mijn beeld van de Griekse cultuur of zo, probeer ik dan aan een meisje uit te leggen. En dan merkte je ook wel dat ze daar super blij van worden en dat ze dan ook wel vol passie vertellen over het thuisland en over de verschillen tussen hier en daar. Dus ik denk vooral dat het soort van interesse tonen in waar ze afkomstig van zijn en waar hun roots liggen en ook waarom ze naar hier gekomen zijn, dat wel het grootste gebaar van we zijn blij dat je hier bent en we zijn geïnteresseerd in waar je vandaan komt. Klopt of zo, je merkt natuurlijk dat. Ik denk wat ik ga zeggen. Het is zo raar om te zeggen eigenlijk, dat bijvoorbeeld mensen die veel meer uit het zuiden komen, dat die een heel andere manier hebben van een dagindeling of die op een bepaalde manier minder stipt zijn of zo. Maar ik weet niet of ik dat moet zeggen. Ja, maar dat merk je wel soms. Oké, ik ga dat nog eens zeggen dan. Stel de vraag anders nog eens. I would say maybe I would expected more Belgians to be here. That's what really surprised me is that the vast number of foreign students, for instance. I was a little bit disappointed that I'm the only Canadian here, but that's if I want to see Canadians, I'll go home. But yeah, to answer the question, I was a bit surprised that there was almost 50-50 from like people from Belgium to all over the place. Ensembles that are here, for instance, I'm working on a commission through someone from the conservatory for a festival in Bulgaria. Mm-hmm. So this is instantly, for me, intercultural, because A, I've never been so far east in Europe, and I would almost call that it's heading towards the Asian Peninsula. And it's two Bulgarians, a Filipino/American man, and a Portuguese
performer, and then a Canadian myself. So the thing about this place is there's people from all over the world, and it's very difficult not to have some sort of intercultural relationship, so to say, whether that be professional, friendship, or in a romantic way. Yeah.